Back. Dus. Maar ja, jullie gaan nu een stukje zien van de track. Super tof dat je kijkt naar een GroenDeel vlog. Mijn naam is Anne Pat, iedereen weet. Ik ga even gordijnen open gooien. Ik ben er weer net onderuit. Salve yo. Het is prachtig weer vandaag. En het staat daar vlagwagen met allemaal spullen. Dus, en wat ik nu ga doen is even haren doen. En ik moet douchen. Zo, die is eruit. Dat zeg ik altijd. Oh, zo irritant als je liefste. Dus, maar we gaan even een leuke dag maken. Ik ben echt letterlijk net wakker. Zo. Ik ga even mijn haren doen en dan gaan jullie nu zien. Tada! Zo, dat is ook weer gebeurd. En dan ga ik me even snel gaan editen, want wat ik ook gedaan heb. Maar het is een prachtig weer vandaag, zeg. De knijters. Heerlijk. In ieder geval dat de zonnetje wel schijnt, is altijd wel lekker dat er is. Vind ik. Ja, even een beetje bijkomen, wakker worden. En dan dus het is natuurlijk weer maandag en dan ga ik weer werken, zoals altijd. En zon schijnt ook. Ja, dus wat ik ook doe is gelijk even zonnescherm naar beneden. Dus ik laat het net pas, echt letterlijk net pas. Oh, lekker kochtjes, lekker warm. En ik had vannacht, mensen. Ja, vannacht werd ik ineens wakker door de warmte. Dus ik dacht, weet je, ik ga even kochen voor het lager doen. Omdat ik het zo warm had. Dat heb ik ook al vast gedaan. En dan ga ik nu maar even lekker editen. Ik ben helemaal klaar met editen gelukkig. En ik heb net, toen ik helemaal klaar was, een beetje iets geluisterd. En ik heb het bed even opgemaakt. Even nieuwe hoeslaken en los. En al vuil licht hier achter de bank. Want die ga ik vanavond even wassen. Hier zo. Dus, ja, dan ga ik dat allemaal doen en ik ga het maar even klaarmaken om dadelijk naar mijn werk te gaan. En het is nu bijna 11:30 en ik ben al een tijdje klaar met editen. Dus, nou, er even op wachten en voor de rest zien we wel. Dus, een andere video zit in de handbreak en andere zit te renderen, dus het komt helemaal goed. En laten we maar even muziekje aanzetten. Dus laten we dat ook nog even doen. En dadelijk even eten, mag ik zeggen. Ja. Wat ben ik blij trouwens. Super blij dat het zo warm lekker weer is. En ik ga eens kijken op mijn telefoon hoe warm het eigenlijk aangegeven staat. Want ik ben gewoon benieuwd naar. Hij geeft aan -3. Maar ik ga even versen. 4 graden. 4 graden en de zonnetje schijnt. Echt serieus. Maar ja, laat even weten in de reacties wat jullie van die fotoshoot vonden. Ik ben gewoon benieuwd naar. En niet alleen dat. Als ik onderweg naar mijn werk ben, gaan jullie filmpjes zien. En dat gaat in ieder geval over Iver. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En ja. En dan moet ik binnenkort moet ik ook iets afhalen. Dat zijn allemaal die pakspullen. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Hier zit er een. Hier zit er een. En hier. Dus moet ik even binnenkort even schoonmaken. En hier zit ook nog wel wat. Echt viezigheid. Hm. Er zijn van die plakbandjes geweest. Maar boven heb ik zitten kijken. Er zit helemaal niks. Dat is mooi. Dus kom goed uit. En ja, dan ga ik even klaarmaken om naar werk te gaan. En de tafel is nu alweer vuil. Ik weet niet of je hier kunnen zien. Moet je nagaan hoe snel stof allemaal eigenlijk snel komt. Maar ja, ik heb handdoeken daar eigenlijk al opgeruimd. Trouwens ook nog. Alleen ik moet hier dingen wat opruimen en dan ben ik klaar van vandaag. Alleen die bed goed even af schoonmaken. Bed overtrek, even schoonmaken en dan ben ik helemaal klaar voor vandaag.
Maar dat doe ik denk ik vanavond wel. Want ik heb nu niet echt veel tijd ervoor. Het is nu bijna 12:17 en ik ga over een paar minuten al richting werk. Dus. Maar ja, jullie gaan nu een stukje zien van de track. And last in Japan. Ivar, goedenavond. Hi, hi. Ivar, hoe gaat het in de liefde? In de liefde? Ja. Zeer goed. Ik ben al bijna 1 jaar en 5 maanden samen met Manoy. 1 jaar en 5 maanden? Tellen jullie de maanden? Ja, maar dat is eigenlijk een beetje toeval, want we hebben altijd op de 27ste. En als ik dan wakker word en ik kijk naar de datum, denk ik, oh ja, hey, wacht eens even. Oh, vieren jullie het dan ook? Nee, meestal niet. Heel soms. Oh, ja. Wat was nou de naam van je vriendinnetje, Ivar? Wat, hoe heet ze nou? Manoy. Manoy? Ja, mooi naam. Manon, maar dan met een ei. Ja, oh, mooie naam, hè? Ja, wat grappig. Dat had ik nog nooit gehoord. En Ivar, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? beloof je me niet uit te lachen? Nee. Via een Pokémon community groep. je zou niet lachen. Nee, dat was ik. Oké. Okay. Nee, maar... Vertel. Nou, het komt eigenlijk omdat ik ben een keer gewoon voor de grap zo'n groep gejoind. En vervolgens kwamen we ook in zo'n WhatsApp-groepje. Daar ben ik echt voor shits en giggles gewoon ingegaan. En zij zat daar ook in. En op een gegeven moment zijn we gaan afspreken met z'n allen. En ja, toen begon ik er leuk te vinden. En nu zijn we hier uit. Ja, grappig. Tijdens het Pokémon vangen dacht je zo? Ja, nee. Dat betekent eigenlijk niet heel veel meer. Ik denk dat ik misschien 1 of 2 keer echt met haar Pokémon heb gespeeld. Maar de klik kwam uiteindelijk door de series die we kijken. En de games die we spelen. En gewoon... Oh. Ja, we zijn gewoon vrienden voor het leven al vanaf het begin. En, je hebt een andere Pikachu gevangen, hoor ik al. Ja, ik heb haar gevangen. Ja, precies. Hey, Ivar, we gaan wel even tinderen. In dit geval is het een foutuur Tinder. We hebben een aantal matches voor je. Jij mag zeggen welke je naar links of naar rechts wilt swipen. Let wel, veeg je iets weg, komt het ook niet meer terug. Zeg je bij de tweede, dit vind ik leuk, zal je nooit weten wat daarna komt. Komt jouw eerste. Heel duidelijk voor de info. Oh, ja, vertel. Ja, nee, sorry. Links is wel, rechts is niet, toch? Nee, hoef ik niet. Wil wel. Zeg maar gewoon ja of nee. Ja of nee, precies. Ja. Dit is de eerste, hè? Ja, dat weet ik, En daarmee ga je het doen? Je wil niet weten wat eraan komt? Je prikkelt me nou wel, hoor. Ja, het is jouw mens. Nee. Oké, gaan we door. Ik kom er wel mee. Ja? Oké. Ja. Ivar is niet zo moeilijk, dat hoor je al. Ivar, neemt jij tot uw wettige echtgenoot, Lil Kleine. En de man die gisteren de popprijs heeft gewonnen, Ronnie Flex. En loterij tot uw wettige echtgenoot. Ja, ik wil. Nou, dan staat bij deze genoteerd. Volmondig. Ivar, ik vind het een mooie keuze, kan niet anders zeggen. Dankjewel. Fijne avond. Hele fijne avond. Doei. Nou, ik loop net uit mijn werk en ik zit heel even net op de telefoon te kijken. Want ik zag heel veel berichten van Facebook en ik ben altijd gelijk dan nieuwsgierig om gelijk de telefoon bij te pakken en op de telefoon. Hebben jullie dat ook? Ja, nou, ik wel. Oké. Misschien ben ik af en toe wel gewoon even telefoon verslaafd, maar oké. Ik ga nu maar richting huis, lekker eten met de groep. En ik ben erg benieuwd naar, maar ik kan er niet verder op in. En ik ben wel benieuwd, wat ik wel kan vertellen is, ik ben benieuwd wat we gaan eten. Ja, we gaan het zien. Dus ja, ik ga richting mijn huis. Dadelijk even. Ik heb toevallig was opgeruimd. En ja, dat ben gewerkt. Alleen ik was aan het werk trouwens. En ik vroeg een collega iets wat. Maar dat stond ook midden in het pad zoiets. Maar de klant. Ik ging tegenaan botsen van dat hij aan de kant moest komen. En de klant zei zo, ik rijd gewoon doorheen. Terwijl dat mijn bijna verijzeren kar van de mand, ik noem niet het. Nou, zo zeggen, kar bijna tegen mijn hoofd aankwam. Ik denk van,
schrok me kapot ervan. Wel logisch eigenlijk. Maar we gaan maar richting huis. En laat me weten wat jullie van Ivan Zijs vonden. Ik heb net met de gourmet gegeten en was super lekker prei met schnitzel. Dat was het gegeten. En ik had die vlees met knoflook gegeten alweer. Ja. Jim was even geweest, er iets over spreken over iets. Maar ik kan hem. Ja. Dus hebben we gewoon even iets over besproken. Over iets wat binnenkort aan kan komen. Maar wat is een verrassing? En ik ga even dingetjes vervangen. En begeleider komt zo meteen langs. Maar niet alle begeleiders. Er zijn ongeveer een stuk of 7 begeleiders die hier rondlopen. Maar niet allemaal hebben dit gezien hoe dit nu uitziet. Dus die is denk ik ook wel benieuwd naar hoe dit eruit ziet. Want ik heb het niet laten zien. Ik kom binnen en eerst op trouwens wat Jim zei. Wat ruik ik hier? Wat ruik ik? Dat was het eerst. En ik dacht dat hij bedoelde iets verbrands. Nee, fris. Dat het hier fris ruikt. Maar het zou kunnen dat het er door die geur die helemaal daar hangt. Ergens. Ja, zal wel daar ergens. Daar denk ik. Daar. Maar ja, dat dus. En ik ben lekker. Ik ga even lekker relaxen. Want ik ga even rustig aan doen. Want ik voel nu al dat ik hoofdpijn heb. Dus ik heb niet zo lang geslapen natuurlijk. Want 7 uur ben ik wakker geworden. 8 uur dacht ik ook nog. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga lekker vandaag weer op tijd naar bed. Zoals gisteren. Gisteren was ik ook op tijd naar bed gegaan. En ik zag toen gisteren. Vanochtend, oh wacht, Glenda heb gebeld. Dus ga ik even terugbellen. Maar dus ga ik dat even doen. En dan zie ik voor de rest wel. Nou, en ik heb even nogmaals met Ganya. Dan gaat een stuk en stuks beter met hem. Hè? Hij heeft de geluiden niet meer. Hij heeft helemaal niks meer. Dus en hij eet, drinkt. Alles gewoon helemaal goed. Dus, maar ja. Gelukkig ziet het allemaal goed uit en ben er blij mee in ieder geval. Maar alsnog, ik ga blijven in de gaten houden of hij nog weer misschien zou kunnen dat hij terug kan krijgen. Dus ik ga voor de zekerheid maar even alsnog in de gaten houden. En ik zit te denken, even aankrijgen welke datum hier allemaal geweest zijn. Deze is allemaal geweest. Vandaag is de 21ste of zo. Kan dat? Ja, 21ste. En dan ga ik dat allemaal aankruisen. Wat gaan dagen trouwens hard, joh. We zitten nu al de 4e week van het nieuwe jaar. Weet je hoe hard het allemaal gaat? De knijters. En dit duurt ook niet zo lang meer. En het is al bijna alweer april. Moet je nagaan. Wat de jaren gaat. Het is zo weer april hoor. En dan is het weer zo. Ja, ik kan het zo door zeggen. Nou, maar december kunnen we wel langer wachten. Dat wel helaas. Maar ja. Gaia zat net hier zo lekker bij de raam te kijken. Dat vindt hij altijd lekker. Het is echt zo'n plekje eigenlijk hier zo. En dan lekker naar buiten gloeien. En ik hoorde al raar geluid van de rem of zo, ik weet niet wat dat was. Maar ja, en ik ga nu even nog steeds afwachten op begeleiders. Begeleiding. Die gaan nog langskomen. Dus ga ik er ook op nog achter. En ik ben lekker muziek aan luisteren. Een beetje op telefoon koekeloeren. En dus. Ja, dat allemaal. Ja, dat belletje is geweest. En ik ben kapot. En begeleidmoment is geweest. En ik ben echt kapot en kapot moe. De tandjes. Ik ga nu even alles maar dicht doen. En voor de rest zie ik wel wat allemaal morgen gaat gebeuren. Maar ik heb gemerkt, ik kan het ook natuurlijk zien. Excuus dat de vlog weer niet lang is. Nou, in ieder geval langer dan gisteren. Dat weet ik wel. En morgen heb ik wat te doen. Dus, allemaal goed. Maar ik ben echt vandaag total los. Ik ga nu mijn bedje maar opzoeken. Een lekker.
lekker slapen. Ik ben echt helemaal verrot. We hebben wel een drukke dag gehad. Ik was best wel druk op het werk. Morgen moet ik weer natuurlijk. Zo, elke dag moet ik werken. En ja. Ik zat net te bellen. En mijn Gonja zat weer aan de eten voor mij te zitten. Die we van gisteren. Maar ja. Ik heb lekker gegeten ook al. Voor mensen die al weten. Dus ik ga nu maar even alles afsluiten. En lekker mijn bedje in. Dus wat ik eigenlijk jullie allemaal wil zeggen. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een klein duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal toch zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers weer. Een goede nieuwe vlog om 6 uur. En zeg ik hierbij. La. Dus. Rick en Jim zijn ook trouwens hier net langs geweest. En het is nu uur op 5. En ik heb weer eigenlijk geen zin om te koken. En ik weet dat het is slecht. Maar... ik ga even gewoon even die pizza uit overhalen. Ik heb echt enorm trek.